Mijn naam is Jos Sinke en ik ben oesterkweker. Ik ben Kees Sinke, ik ben 29 jaar, afkomstig uit Ierseke en ik werk in het oesterbedrijf van mijn vader. Je proeft de zee, het zuivere water van de Oesterschelde. En dat is, ja, dat is iets bijzonders. Wanneer je een oester vest, dan kan daar gemakkelijk zand of slijk in zitten. Door het vesten. Ook kan de oester beschadigd raken. Met zo'n koordrover, die een verwerkingsmachine is. Dat gaat allemaal ten koste van de houdbaarheid van de oester. Wanneer die oester in de put wordt geplaatst, dan herstelt hij zich van die beschadigingen. Hij spuwt ook het eventuele zand of slijk eruit. En na een week tot 14 dagen, ook afhankelijk van het jaargetijde, dan is die oester volledig hersteld en klaar voor de verzending. Het mooie erin, dat is het werken in de vrije natuur. Het is altijd anders. Je weet nooit hoe een oester zich ontwikkelt. De kwaliteit van de oester, de groei, de broedval in de zomer, de handel. Het is veelzijdig. Het mooiste van Ierseke, echt het apartste, dat is als je Ierseke binnenkomt vanaf de Zandijk. Je komt binnen en je rijdt langzaam langs de Korngaweg. Daar zie je de mosselverwerkende bedrijven. En daar zie je eigenlijk het oude Ierseke. De platte oester is de echte inheemse oester van Zeeland. En de kruis die is geïmporteerd na de strenge winter in de jaren 60 uit Japan. En ook de smaak is anders. De platte oester is iets zachter van smaak en de kruis is iets meer zeeltig. Heerlijk.